Goedemorgen, welkom terug en je dat je zo hier op een maandagochtend samen met ons keert. Uh, iemand wat nou voor ons uh, samen met ons gaat voor de volgende paar minuten is de kunstenaar Steve Bos en ons gaan gezels over Afrikaans en stijl. Goedemorgen, je Steve, dat je zo vroeg in die ochtend samen met ons keert. Met liefde voor twee zulke prachtige meisjes, onomstreden, de dus slaven <laughs> die aanzetten. <laughs> Ik wil je vragen, als jij ochtend meent. Ja. Ik is direct wakker in die ochtend, breng ook dikwijls die kinderen naar school in Kaapstad. En het is voor ons vroeg, weet je, in Europa begint die school zo'n negen uur de kant. Ja. Hier is kwart voor acht, zei ons in Holland. Ik is wakker, ja. Als ik wakker is, is ik wakker. Op één wakker? Ja. Ons gaan nu nog eens over jouw kinders. Het is zo so interessant wat je schrijft over je kennis in die Afrikaans. Maar ik wil niet eerst zeggen, ik heb het nu nog voor Jennifer gezegd. Daar is niet veel wat mensen niet van jou weten. Jij kan het niet googlen. Alles over Steve Bos is daar beschikbaar. Maar als jij nou vanochtend met ons iets moet delen wat niemand weet, nie, wat zou dat zijn? Niks. <lacht> 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 het is juist de reden waarom mensen dit niet weten. Ik, ik zou eindelijk niet... Ik deel ook niet zo bij je. Ik het, uh, Nee, ik zit nou aan denk denken, wat, wat zou ik model. Nee, ik is eigenlijk niet zo'n interessante persona voor die huisgenoot. Uh, ik speel maar net graag, zoals gisteren aan het in Pretoria. Dit is mijn ding. Weet je, ik gooi al mijn liefde en, en goed uit op die vroeg. En daarbuiten is ik een huispaar. Hmm. En uh, ons keuren soms een beetje, maar nee, ik heb niet zo'n spectaculaire leven wat mensen denken ik, ik werk hard. Ik heb met iemand gepraat wat bij jouw concert was in Naweek. Ja. En hij had mijn boodschap gestuurd en heb ik gezegd, dit was zo so mooi, ruwend in tranen gehad. En zie je zelfs jij op een stadium, je weer die tranen afvoelen en die muziek waarmee je zingt is niet ongelooflijk. Ja, maar dit, dit heeft ook te doen met het feit dat ik nou net begin. Ik heb tot einde juni overseas gespeeld met een band en met, string, uh, uh, met strings. Een grote vertoning voor zo'n so groot venues, 2000 zitten. En ik begin nu aan een nieuwe cyclus ja. en ik voel, ik moet iets vertellen uh, uh, dat ons allemaal zoekt naar een groter verhaal. Mm. Of jij dit zoekt in die Bijbel of in mythologie of, of in, op, in die helal. Ik was eergisteren in Nabomenspreid in die bosveld. Kijk ik naar die wolken en in die nacht, weet je, en, en ik zie die sterren en die maan. Dit is die grote story. Mm. Maar ons is zo gefocust op social media, mm. uh, internet en op onszelf, op onze ego. En wat lekker is op die verhoogde muziek, verbindt mensen. Ja. En jij kan op een universal level raak. Mm. Dus als ik nou zo begin met de nieuwe cyclus van vertoning, zoek ik naar een storyline wat ik mm. een jaar lang ga vertellen. En die begin, en dat weten jullie vrouwen, weten verzekers, die begin, die geboorte van iets, of het nou van een kind is, is een van die mooiste momenten in die leven. En twee dagen lang dat ik dan nou Pretoria gespeeld en is daar een vertoning geboren. Dus ja, dan vat het mij soms zelf ook emotie. Zing ik een, een song om mijn pa. Opeens, kom in die lichten, in die ceiling. En, en ik is nu gemakkelijk daarmee. Vroeger had ik gedacht, nee, nee, jij moet een los loszitten. Maar als ik nou een traantje pink, zoals ons zijn in Holland, why not? Ja. Ik is voorbij zestig, ik mag maar. <laughs> <laughs> Je hebt nou nu aangeraakt, Stéphie. Jij is nu net terug van een kort zomervakantie. Vertel ons een beetje, behalve voor die vertonings, is die zomervakantie. Dat is eigenlijk interessant. Laatst jaar waren we een zomervakantie toe in uh, Mozambique. Maar toen hebben we die, die stranden geslijt. Mm -hmm. Zitten we vast daar in, uh, bij Hoedspruit, bij vrienden van ons, om mijn verjaardag te vieren. En toen is dat die lootings, die plunderings, mm -hmm. weet je. We gaan we zo deer die vrij staat uh, 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 terug naar Kaapstad. Prachtige uh, roadtrip met drie kinderen en jouw vrouw in een in kar. Mensen ontmoet op pad. En hier die jaar het ons besluit. Ons doen niks niet. Ons was in België. Ik was einde van een tour van drie maanden, bij hard gewerkt en ik was klaar. Uh, en toen zelfs ons blij bij die huis. Mm. En dit was wonderlijk. we zit zo in die tuin uh, in België. En het is zomer. Nou natuurlijk. Het ons zit en werk. Goed is een ik uitgesorteerd, daarvoor dat ons terug naar Kaapstad is. Ja. Dus ons heeft niks niet gedoen, niet. Hm. Stef, praat je ook Afrikaans, Nederlands, Vlaams? Want je praat ook van België, ja. soms kijk je nou naar Vlaams. Of praat er Nederlands of praat er Afrikaans? Wat praat je? Ja, ik lich? denk, ons is bezig willen helemaal verwarrend op te voeten. <laughs> maar, um, Weet je, in die Kaap bijvoorbeeld is het voor mij jammer dat mensen besluiten op een stadium om helemaal voor hun hele oor te gaan naar Engels toe. Ja. Waarom? Ik zal je vertellen, ik is niet een taalnationalist. Ja. Glad niet. Maar. Een mens moet die taal van jouw ouders kan praten mm -hmm. en jouw voorouders om eventueel later hun liefdesbrieven te kunnen lezen mm. of hun dagboeken. Want ons is wie ons voorouders was. Ja. En om achter te komen, ik heb ook momenten in mijn leven gehad dat ik denk: wat de hel gaan dan in mijn kop? Zo, weet je, wie is ik eigenlijk? Of wat is mijn, mijn doel? En dan is, het, uh, dan is jouw taal die toegang tot jouzelf mm -hmm. om te leren wie jouw voorouders was. Dus ons heeft die besluit genomen, oké, okay, ik praat Nederlands met hullen, ja. mijn vrouw Afrikaans, Engels leer hullen, anyway in die land. Ja. Hoe meer talen jij in die kopjes steek, hoe beter dat het is. Uh, maar die interessante aan die taalding bij kinders, wat ik ontdek zit ik in die kar. Hullen achter mij, met drie, bekleid ik moet je zo doen. En... Uh, Willen praten met mij Nederlands, met mijn vrouw Afrikaans ja. terug. Dit moet jij consequent doen in het begin. En daarna gaat het vanzelf. Okay. En dan praten we onderling met elkaar Afrikaans. Interessant. ik denk, wat heb ik dan verkeerd gedaan? Waarom praten we niet Nederlands yes. met elkaar? <laughs> Toen denk ik, ja maar dat is negen maanden voorsprong. Dat ja. is in die maag. <laughs> ja, Daar hoor dan. jij al vanaf, ja. denk ik, drie, vier weken horen embryo al die taal. Ja. Dus ja. klanken. Ja. dat is niet en dus, ontzettend. Uh, 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 Mans is kansloos, wat dat betreft, als jij <laughs> van een andere taalgroep komt. Toen heb ik ontdekt, daarom heet het moedertaal. Je mm, zingt dat, precies. Die maasentaal is, is fundamenteel. Ja. Dit is jouw emotionele klank. Als ik gisteren ook zing, of het nou Afrikaans is of een soort Nederlands. En dit is mijn verhouding met Afrikaans, dit klinkt zoals mijn Maasentaal. taal. Ik kan tjank in het, in, het, in het Afrikaans. Ik ken niet één zin in Nederlands, en ik hoef het hier voor jou te zien, maar het is niet de rechte zin. Maar al wat ik ken is, niet zo buis, jongen. En dat is al wat, wat ik, ik ken. Je, 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 moet niet, je, moet niet, je moet niet kwaad je moet niet kwaad zijn. Ja. Nee. Dat is een belangrijke zin. <laughs> dit is de eerste zin die ik ken, maar, dat, is kan red. Paar, dat is een paar tricky dingen natuurlijk, we uh, gaan nou niet uh, 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 voor vroegwoorden zoeken, maar... Om die kinderen, voor mij was het moeilijk in het begin. Ja. Bepaalde woorden in Afrikaans is voor mensen uh, niet lekker niet om te horen, terwijl het voor mij normaal is. Nee, je moet maar hè, ons kan zelf onze eigen verbeelding laten gaan. Mm -hmm. Maar mijn kinderen, willen slaan perfect daar rond. Als ze op een school in Kaapstad, Jan van Riebeek Afrikaanse ja. school, en in België op een Vlaamse school. En hoe ze dit doen, als daar, die, als daar een kijkje voorbij komt en hulle moeten die Nederlandse woord gebruiken, <laughs> weet je, perfect. Weet weer perfect hoe we daar rond te gaan. Maar niet nee, nee, in Zuid-Afrika, in afrika is het net kat. Ja. Maar voor mij was het in het begin een probleem. Ik heb <laughs> verschrikkelijke dingen gezegd en die gehoord. <laughs> Kom eens blij bij jouw kinderen, Stefens. Enige van hulle is muzikaal en denk je dat is druk op hen, dat het wel een om hun muzikale passies en dingen uit te leren? het is moeilijk, hè. Het is een moeilijke. Um, die, mijn oudste dat is Sienki, Kolja. speelt klavier. En mijn vrouw, ik was gezegd, maar, ja, maar leer om. En ik is niet die persoon, voel ik. Ja. Niet dat ik niet pedagogisch uh, uh, goed is kan doen, maar... Uh, Want dit is een pa zie een ding? Mm. Dan kan dat zo'n competitieachtige ding worden. En ik is bij jullie voor mijn kinderen. En ik denk, jij moet liefwijzen voor muziek. En, uh, en dat is die eerste ding wat jij kinderen moet leren om liefde daar te voort te mm -hmm. Dat dat niet... Een, 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 een discipline, noem als dit, ja. een, een discipline ja. ding wordt. Wat mijn opvatting over muziekonderwijs is, zoals ze ons leert praat. Als een kind leert praat, jij leert eerst praten en dan leer je eerst schrijven. Ja. Maar dikwijls is die muziekonderwijs dat hullen e eerst noten moeten leren en dan eerst klavier. En dit ontmoedigt bij je kinderen, mm. want die notenleerding is niet die interessantste dingen. Nee. Dus nou, die oudste is nou bezig, maar prachtige detail. Jullie kennen Lisa's klavier van Koos ja. van Buis en Laurie Karel. Hij krijgt klas. Van die Sien van Lisa, waarover Lisa zijn klavier is geskraald, oh, Lisa Geldenhuis. Wow. En dit is een ongelofelijke uh, Gerhard Geldenhuis, uh, Joubert, uh, studeerde op de UCT in Cape, Cape Town en is een van die grote talenten uh, in Zuid-Afrika, uh, concertpianisten. Oh. Maar hij leert mij als Sien precies eerst sure. die liefde voor muziek, sure. niet direct die technische ja. uh, goed. Baie baie interessant. Ja. Ons moet nou gesels oor Afrikaans in styl. En ek wil baie vinnig ja. hierdie lees wat jy onlangs geskryf het. Ek gaan so vinnig mondelik probeer praat. Afrikaans is vir my 'n vrou met haar voete op die grond en haar hart in die hemel. 'n Natuurlike skoonheid in taal wat 'n serenade verdien. Stylvol met strings en kollig wat betower, want hierdie taal het my verbeelding wakker gekus. In Afrikaans in styl, deel ek hier verhoog as kaaskop. Met een kaalkop in een raaskop. Nathaniel in Zoid voor een vertooning wat laat zien hoe stylvol, en poëtisch Afrikaans kan wees. Ik heb dit gelezen en gedacht: ik moet Afrikaans in stijl gaan zien. Vertel mij Bikie, waar jouw rol in Afrikaans in stijl. Laat ik eerst zeggen jouw rol, want jij, dat is een prachtige manier waarop jij die tekst zei. Je kan net zegt. Ik kan zomaar op die verhoogd met ons. Baie, dag, ik zat <laughs> het open. Ja, nee. Dat, uh, Nathan, ik denk dat was Nathaniel's idee oorspronkelijk En hij is een wonderlijke oud. Ik heb hem leren kennen via Kerkkorrel. Via uh, Johannes Kerkkorrel in Zuid-Afrika gekomen. En zijn rechternaam is Ralph Rabi. Vandaan speel ik in Sasselburg, in die plek waar hij opgegroeid is. En, um, en hij heeft mij bekendgesteld als Nathaniel. In die staatstheater gaan die eerste keer kijken naar. Uh, Vertooning White Soul. En mm. ik was blown away. Ik denk wat een weirdo is dit? Weet je, zo ongelooflijk getalenteerd, snaakse stories. Dus, dus daar is al. Uh, uh, maar ons had nooit die verhoogzaam Min eigenlijk uh, persoonlijk contact gehad. Ik was één keer op een verjaardagspartijje van Hom in, in Centurion, wat fenomenaal was. Dit was al een vertooning op hemzelf Het is mal van Hom. Dus toen hij kwam, dacht Stefan, jij betrokken weer om Afrikaans. zo ...als een mooie vrouw, een beetje nee. eervol te behandelen. Uh, niet dat die andere mensen dat niet doen, maar er is een beetje klasse daaraan te geven. Nee. Uh, denk ik, ja, jump in. En zeker met Karin ken ik ook al, uh, met Karin Zuid ken ik ook al langer. Dus dit is uh, ja, avontuur. Dit moet die leven ook wijzen, avontuur. Pragtig. En as jy meer wil weet oor Afrikaans in style sosie kan hoor, Currents ooit gaan daar wees. Stef Bos, Nathaniel en vele ander kunstenaars. Gaan uh, Google dit net my sies, hy sal die inligting kry. 27 Augustus in Pretoria en die 3 September in Kaapstad. Sef baie baie dankie vir jou tyd. Soveel meer wat ons kon verander. Ja, dis vir die volgende keer. <laughs> baie dankie en uh, geniet jou solo verdonings. Mm. Sien uit dan al ook.